Nou, goedenavond allemaal of goedemiddag. Het is eigenlijk een beetje avond en dag tegelijk. Maar hoe dan ook, leuk dat jullie er allemaal zijn. Welkom in onze tweede webinar van Hartpatiënten Nederland. Ik zeg tweede omdat we eentje zaterdag hebben gehad en het ging hartstikke goed. Wij zijn er super blij mee, want er zijn heel veel aanmeldingen binnengekomen en heel veel blije reacties. Dus wij gaan er eigenlijk wel zo door, Iris, toch? Zeker. Nou, ik ga mij allereerst voorstellen wie ik ben, voor mensen die mij niet kennen, maar ik denk in het algemeen mensen die nu met ons mee gaan kijken en koken, die kennen mij. Ik ben Donna en ik werk sinds 3 jaar bij Hartpatiënten Nederland. En waar ik me bezig hou is gewoon in eerste instantie voor reizen, voor onze mooie reizen natuurlijk, die wij met heel veel liefde en plezier doen, maar helaas op dit moment er niet zijn. Maar we blijven positief en hopen dat ze binnenkort wel zeker op reis kunnen. En als het niet in het buitenland is, dan maar in Nederland. Waar ik me ook mee bezig hou hier bij Hartpatiënten Nederland, zijn ook leefstijlcoaching. En dat doe ik ook met heel veel plezier. En ik geef ook wel wat tips aan mensen die daar behoeftes aan hebben. Nou, dat was een beetje ongeveer wat ik hier mee bezig hou. Nu geef ik het woord aan Iris. Iris, stel je voor. Nou, mijn naam is Iris en ik ben de eigenaresse van Green Twist Cooking School. De gezondste online en hopelijk ook ooit een keer weer offline kookschool van Nederland. En ik hou mij dus dagelijks bezig met mensen ondersteunen met gezonder te eten en te koken. En dat doe ik door cursussen, kookworkshops en kooklessen te organiseren. Ja, vooral online op dit moment en hopelijk ook weer een keertje gewoon fysiek. Nou, dat is ook wel zoals wij net aangeven wat we gaan doen. In het eerste gedeelte gaan wij een paar vragen beantwoorden. Sommige vragen zijn binnengekomen omdat wij per mail hebben mensen gevraagd of ze ook vragen hebben, zodat we eigenlijk zoveel mogelijk kunnen beantwoorden. Dus ook mensen die nu heel graag een vraag willen stellen aan ons, dan kunnen ze onderaan in, rechts aan de chat kunnen ze de vragen, zoals u het ook nu, toen u binnenkwam, ook daar iets gepost heb, dus dat kunt u nog steeds doen. En het tweede gedeelte gaan we samen met Iris koken. Dus ondertussen kunt u alsnog nog steeds chatten. Het tweede gedeelte, wat ik ook zei, dus dan gaan we die groente lasagne maken. Naar verwachting zijn we rond 4:15 klaar. En betekent klaar dat de lasagne in de oven ligt. Dus, 6:15. Sorry? 6:15. Oh, 6:15, wat zei ik? 9:15 s'avonds. Ik hoop het niet. 6:15 zijn we inderdaad wel klaar. En dan ja, is de lasagne in de oven. En dat duurt nog een half uurtje. Iris, of voor je ja, ongeveer een beetje afhankelijk van je oven. Ongeveer een half uurtje. En er was ook aangegeven dat je bij voorkeur even stap 1 en 2 van het recept. Dus het voorsnijden van de groenten. Vast eventjes tussendoor zou kunnen doen. Zeker, en wij hebben dat ook wel aangegeven bij een mail die wij gisteren hebben gestuurd, als ik me niet vergis. Ook aangegeven dat ze van tevoren voorbereiding konden doen. Dus ik hoop dat dat zo goed als gelukt is, zodat ze eigenlijk aan de slag kunnen. Nou, we gaan even kijken of nog vragen zijn binnengekomen. Iemand vraagt, Iris, tomaten. Moet ik de tomaten en de champignons al snijden? Ja, dus bij voorkeur even stap 1 en 2, dus alle groenten even voorsnijden die je gebruikt. Ik ga even de link naar het recept in de chat zetten. Ja, dat is misschien wel een stukje handiger misschien. Want iemand vraagt daar nu om. En dan zet ik hier even de link in de chat. Ja, dat is heel goed, want Yvonne vraagt ook dat ze geen recept heeft ontvangen. Ja, dat is de link die ik er nou net in heb gezet. Oké, okay, nou perfect. Dus Yvonne, hier, ik hoop dat je de groente ook in huis heeft, zodat je meteen kan beginnen. Ja. En we delen ook de opname achteraf weer, mocht je het recept een andere keer nog willen maken. Ja, zeker. Of gaat het u te snel?
Of hoe dan ook, dan komt het allemaal goed. Dus aarzel niet te vragen, wij helpen u graag. En wat ik ook wel heel graag bij wilde delen is, blijf ons volgen tot het einde van dit webinar, Iris. En ik heb wel een verrassing voor u in petto, dus maak het misschien nog leuker. Nou, Iris, zal ik maar met vragen beginnen, want er komen nog geen vragen binnen. Er komen nog geen vragen binnen, maar ik heb wel vragen via mail binnengekregen, dus misschien kunnen we daaraan beginnen. En zodat het eigenlijk wel niet te lang duurt, want iedereen heeft misschien wel zin om meteen aan koken te beginnen. Een hele belangrijke vraag die ook heel vaak wordt gesteld is, wat is gezond eten? Ja, dat is een mooie vraag. En voor de mensen die de afgelopen zaterdag al hebben gekeken, is het misschien even dubbelop. Maar omdat het zo belangrijk is, ga ik hem toch nog even een keer rustig beantwoorden. Vragen over het recept, die dus nu worden gesteld, behandelen we straks als we beginnen met koken, G. Ik ga je begeleiden daarbij. Maar wat is gezond eten? Ja, gezond eten lijkt een heel vaag begrip, hè, waar allerlei verschillende meningen over zijn en iedereen iets anders van vindt. Dus ik richt me dan op waar zijn we het allemaal wel over eens. En dat zijn eigenlijk drie hoofdpijlers. Nummer 1 is voldoende groente eten in alle geuren, kleuren, soorten en maten. En dan het liefst 350 gram of meer per dag en bij elke maaltijd. Het tweede is natuurlijk eten, dus het wegbewegen van de bewerkte producten. En dus alles wat erg sterk bewerkt is, daar beweeg je van weg. En bijvoorbeeld dingen als frituur en dergelijke, daar die mijd je ook. En dan zijn we inmiddels allemaal wel tot de conclusie gekomen dat het dus 3 heel belangrijk is om een vorm van de beperking van de koolhydraten in je voeding te hebben. Of in ieder geval de toegevoegde suikers zoveel mogelijk te mijden. En ja, hier kun je zo ver in gaan als je zelf wil. Nou, dankjewel Iris. Wat ja, heel duidelijk antwoord gegeven. Dus ik denk voor iedereen wel heel makkelijk te begrijpen is wat gezond eten is. Ik heb nog een andere vraag. Misschien is het ook wel iets ook voor de mensen die gewoon vanavond ook wel in onze webinar zitten. Is gezonde voeding ook duur? Gezonde voeding kan heel duur zijn, maar kan ook heel betaalbaar blijven. Er zijn een aantal dingen die je kan doen om je gezonde voeding betaalbaar te maken. En 1 is naar de boer gaan, of in ieder geval een boer bij jou in de omgeving vinden. Die zijn vaak veel minder duur dan het in de supermarkt te kopen. En zo steun je ook je lokale omgeving en je lokale boeren. Dus eigenlijk is het een soort van win-win die je ermee creëert. En het andere is natuurlijk heel slim zijn in je keuzes. Kijk, bijvoorbeeld vlees is duurder dan groente. Dus focus je ook vooral op groente als hoofdonderdeel van je maaltijd, in plaats van dus het vlees en de koolhydraten. En zo ben je ook alweer goedkoper uit. En woon je nou midden in de stad en kun je niet makkelijk naar de boer toe, dan heb je steeds meer initiatieven zoals boerschappen en Hofweb en allerlei boereninitiatieven die dus het eten naar de stad toe brengen vanuit de boer. Ja, dankjewel. Iris, dat klopt helemaal. Ik woon persoonlijk in Roermond en hier heb je elke woensdag bijvoorbeeld een boerenmarkt waar eigenlijk wel de producten echt uit de boer hier naartoe komen en zodat inderdaad niet naartoe hoeft te gaan. Dus dat zijn inderdaad mogelijkheden genoeg. Dankjewel. Wat er ook nog een belangrijke vraag, en die was toevallig vorige week zaterdag ook gesteld. Aan mensen die heel graag willen leren koken en niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Heb je misschien daar wel wat tips voor, Iris? Dat het misschien zo makkelijk mogelijk te maken. Ja, je hebt natuurlijk allerlei dingen om te doen om te leren koken. Een van de dingen die ik doe vanuit mijn website is het aanbieden van online kookcursussen. En die kunnen mensen lekker op hun eigen tempo volgen. En zo krijgen ze voor hun specifiek heel veel informatie over lekker en gezond koken voor jezelf.
En mensen die verzekerd zijn bij CZ, met een aantal aanvullende verzekeringen, die krijgen het ook nog vergoed. Ik heb een programma koolhydraatarm koken, ik heb een programma vegetarisch koken en dan heb ik een vierlui koken met de seizoenen. Waarin ik dus elk seizoen allerlei thema's dat seizoen uitdiep. En eten met het seizoen is nog zo'n manier om goedkoper uit te zijn. Want op het moment dat producten op dat moment voorhanden zijn in je leefomgeving, zijn ze vaak ook goedkoper. Ja, dankjewel. Ik heb hier ook nog een vraag binnenkomen, dus ik hoop dat dat niet te ingewikkeld en te breed is natuurlijk. Want ja, wat zijn precies koolhydraten? Nou, voor iedereen die ooit een ingrediëntenlabel heeft gelezen, je hebt drie macro's waaruit voeding bestaat. Koolhydraten, vetten en eiwitten. En allemaal worden ze weer even ook weer ondergescheiden in allerlei vormen. Maar koolhydraten in je voeding, dat zijn dus de zetmeelrijke producten. Dus vooral dingen met zetmeel bevatten veel koolhydraten. En dat zijn bijvoorbeeld aardappels, zoete aardappels, maar ook rijst, pasta, brood. Juist al die producten die we in ons westerse voedingspatroon vooral aangeraden krijgen. En het is heel belangrijk voor je gezondheid om die een klein beetje te beperken. En dan vooral de bewerkte. Dankjewel. Ja, iemand vraagt ook, moet je fructose uit fruit ook beperken? In een gezond voedingspatroon hoef je fructose uit fruit niet te beperken. Maar het is wel verstandig om een klein beetje slim met fruit om te gaan. Fruit is in natuurlijk, er zit fruitsuiker die in het fruit zit, zit verpakt in het product, zeg maar. Daardoor kan je lichaam het beter verwerken. Maar voor eigenlijk alles wat suiker is, wat fruit dus indirect ook is, geldt wel een beetje dat overdaad gaat. Dus fruit hoort zeker in een gezond voedingspatroon, maar niet te veel. Ja, dankjewel. Mirjam zegt, ik heb de cursus koolhydraatarm gedaan. Dat is echt super, wekenlang complete maaltijden voor de hele dag. Ik denk dat ze misschien de cursus via jou heeft gehad, Iris, of... Ja, zeker. Dus de koolhydraatarme kookcursus die op mijn website dus te verkrijgen is. Nou, super mooi om te horen, Mirjam. Yvonne komt weer terug. Volgens mij vindt ze het wel leuk. Ze zegt, de koolhydraten, die eet ik juist het liefste. Ja, dat is voor heel veel mensen zo. Want koolhydraten hebben ook wel een klein beetje een verslavend effect, om heel eerlijk te zijn. En dan vooral ook de bewerkte suikers. Maar het is gewoon belangrijk om te kijken voor onze gezondheid. Dat als je wel heel graag koolhydraten eet, ja, dat kan natuurlijk. Maar beperk dan de bewerkte suikers en zorg er in ieder geval voor dat je voldoende groente eet. Dat is het allerbelangrijkste. En wil je nou echt een omschakeling maken voor jezelf en zeggen, ik wil wat minder met de koolhydraten, dan is het dus gewoon heel belangrijk om dat een beetje in stapjes te doen. Dus wil je een verandering maken voor je gezondheid, voor je immuunsysteem, ook heel belangrijk in deze tijd natuurlijk, om daar toch een klein beetje op te letten en om dan elke keer een stapje te zetten. Dus om eerst wat minder suiker te eten. Om dan vervolgens wat meer groenten te gaan eten. En zo elke keer een klein stapje verder te gaan, totdat je iets hebt bereikt waarbij jij je gezond voelt. Want ik denk dat ons lichaam de belangrijkste graadmeter is als het gaat om hoe voelen wij ons. Nou, super uitgelegd, Iris. Nou, duidelijker kan het niet, denk ik. Dus dat is erg mooi. Ik zie nog geen vragen binnen. Ik denk, volgens mij wil iedereen beginnen met koken. Dus ik denk, kom maar, wij gaan al beginnen. Dus ik weet niet, Iris, of voor jou een goede moment is om nu te verhuizen naar de keuken. En dan mochten mensen ondertussen vragen hebben, ze kunnen bewaren voor later. Of tussendoor misschien. Wat komt jou goed uit? Ja, dat is oké. Okay. Ik zie nou wel nog inderdaad de vraag koolhydraten bij reuma-ontstekingen mijden. Er zijn meer situaties inderdaad waarbij het goed is om koolhydraten te verminderen. Kijk, stel je hebt diabetes inderdaad, stel je hebt veel ontstekingen. Dan is het heel goed om wat minder met de koolhydraten om te gaan. En dan ga ik inderdaad nu even naar de keuken verplaatsen. Dan gaan we zo beginnen met het recept. En je kunt al je vragen nog steeds stellen. En dan zullen we die zoveel mogelijk proberen te beantwoorden.
Nou, dankjewel voor nu, Iris. En we zien je zo over een paar minuutjes of seconden. Nou, zoals ik het eerder had verteld over de hartpatiënten in Nederland en waar ik met name mee bezig hou. Vanuit hartpatiënten in Nederland proberen we ook mensen te helpen eigenlijk ook met een naar een gezonde leefstijl. Dat is niet alleen maar gezond eten. Sorry, maar ik moet heel eventjes het microfoon van Iris doe ik het even uit. Dus niet omdat het wel vervelend is, maar om eventjes te wachten tot Iris precies de plaats heeft gevonden in de keuken. Maar ik ook nog zei vanuit hartpatiënten in Nederland probeer ik mensen op weg te helpen met gezonde leeftijd. Dat is niet alleen maar gezond eten, maar er komt ook meer bekijken. En ja, makkelijk is het niet, maar het is altijd een goede weg. Heel erg belangrijk, behalve gezond eten, wat Iris ook net uitlegde, is ook wel beweging, maar ook heel erg ontspanning natuurlijk, zo min mogelijk stress. Maar de nachtrust is ook heel erg belangrijk voor iedereen, denk ik, zodat je de volgende dag eigenlijk wel met een, goede conditie, zeg maar, kan de dag doorbrengen. Dus dat is heel erg belangrijk, ook de nachtrust. In onze magazine krijgt u ook wel meer informatie daarover. Dat is ook heel erg leuk om te lezen, natuurlijk. En mocht u de magazine niet ontvangen, als het goed is, krijgt u de eerste week van maart in de brievenbus. Mocht u het niet kunnen ontvangen, dan kunt u altijd nog ons mailen of bellen. Dus als u wel heel erg interesse. Ik laat u eventjes zien. Hij is al binnen bij ons, maar bij u nog niet. Dus als er niet, zijn heel veel mooie artikelen die heel erg belangrijk zijn voor leefstijl, maar ook voor over hart en hoe dan ook, waar u ook misschien wel interesse in heeft. Maar niet te vergeten ook waar we vandaag mee bezig zijn, met lekker eten, zit ook een mooie katern eigenlijk met hele lekkere recepten. Dus aarzel niet, als u hem niet ontvangt, kunt u altijd nog aanvragen bij ons. Nou, ik hoop dat er ondertussen Iris in de keuken staat, zodat ze nu ons zeg maar verder kan helpen met de lasagne te maken. Oh, jij hebt mij al van stil afgehaald, handig. Ja, sorry. Ik moet de camera een beetje draaien, zie ik. Is dat nog niet helemaal goed? Ja, zo. Kunnen jullie mij nog steeds goed horen en goed zien? Ik zie jou heel goed. Oké, fijn. En ik zie net een vraag binnenkomen waar ik eigenlijk geen direct antwoord op weet. Is men zegt, sinaasappels mijden bij reuma, waarom? Je weet ik geen direct antwoord op, maar ik ga hier eventjes naar zoeken. Want ik weet natuurlijk wel heel erg veel van voeding en gezondheid. Dus ik kan hier ongetwijfeld met mijn kennis een antwoord op vinden. Dus daar kom ik even bij je op terug. Misschien kun je even een mailtje sturen naar Roermond, het hartpatiënt in Nederland, met jouw vraag. En dan zal ik zorgen zodat die bij mij terechtkomt en daar een antwoord op komt. Ja, dankjewel Iris. Inderdaad, mocht u inderdaad wel vragen, kunt u naar roermond@hartpatienten.nl. Yvonne heeft ook een vraag over beweging. Dus Yvonne, om dit te behandelen kunnen we op dit moment niet, want het gaat meer over voeding vandaag. Maar u kunt wel zeker een afspraak maken met mij of met een van mijn collega's. Of een e-mail sturen, dan kunnen we contact opnemen. Kunnen we dat eigenlijk ook nog erbij samen bespreken hoe en wat. Ja, ja en besef je ook met dingen als beweging en voeding. Kleine stappen zijn al eigenlijk een heel, heel groot iets. Hè? Op het moment dat je al een stap zet voor je gezondheid om gezonder te leven, dan ben je al waanzinnig goed op weg. En vaak verwachten we dan te veel van onszelf. Maar het is gewoon heel goed om niet de grootste dingen van jezelf te verwachten. En dit kan het lichaam ook het beste aan. Ja, ik ga nou gewoon lekker beginnen met het recept. Jullie hebben het recept doorgestuurd gekregen. De link heeft ook al even in groep gestaan. En inderdaad, super dat je al op voeding wil richten, want elke stap is er één. En je kan niet alles in één keer goed doen, zo werkt het niet. En zo werkt deze wereld helaas ook niet. Ik begin met de oven aan te zetten op 180 graden. Als je een hete luchtoven hebt, zou je eventueel voor 190 of 200 kunnen kiezen, want die zijn vaak iets minder krachtig. Dus even beginnen, oven voorverwarmen op 180 graden.
Zo. En dan hebben we dus de groenten hebben we voorgesneden. Heb je dit nog niet gedaan, doe dit dan even. En dan zetten we het vuur aan met een pan. En daar verwarm je een beetje olie in. Ik bak een lasagne saus het liefst in milde olijfolie, omdat die lekker neutraal is van smaak. Maar je zou ook een ander vet kunnen gebruiken om in te bakken. Ongeveer 2 eetlepels, maar gewoon een goede scheut is ook al goed. Dus deze verwarm je even voor en dan is het zometeen, ik heb eigenlijk 3 verschillende bakjes gemaakt met groenten. En heel vaak een vraag als mensen gaan koken, is van wanneer moet ik nou wat ergens bij doen? Dus je gaat een saus maken en er gaan allerlei groenten in en wanneer is, hoe time ik dat? Nou, over het algemeen ui en knoflook en specerijen, die fruit je aan. Dus die doe je bij de olie in de pan en die bak je even kort aan. Dan heb je categorie harde groenten, zachte groenten en dan nog dingen die heel vochtig zijn. Dingen als bijvoorbeeld, stel je wil komkommer verwarmen, je wil kruiden verwarmen, verse kruiden. Die doe je altijd op het allerlaatst. En zo kun je eigenlijk een onderverdeling maken van je gaat iets maken, wanneer gaat wat erin. Zodat het niet allemaal heel erg overgaar wordt. Heb je de pan voorverwarmd? Dan ga je de ui en de knoflook toevoegen. Het recept kan je aanpassen voor de hoeveelheid mensen waarvoor je kookt. En de handleiding die ik hier geef is voor 4 personen een groentelasagne maken. Dus stap 1, ui en knoflook aanfruiten. Vragen mag je uiteraard nog steeds stellen tussendoor. Als je twijfelt van hoe moet ik iets doen of hoe fijn wordt iets gesneden, stel je vragen vooral. Hartpatiënt Nederland, Donna, let ook op de chat, dus die stelt eventueel af en toe vragen voor mij. Die gesteld worden als ik de chat niet zie. Ja, ik ben even in de gaten aan het houden, Iris, maar ik zie dat mensen volgens mij heel aandachtig aan het koken zijn. En vergeten de vragen te stellen, maar dat betekent misschien ook dat ze ja, heel erg goed voorbereid zijn, zodat ze eigenlijk ook de vragen niet nodig zijn. Dus ja, succes. Heel, maar ik denk heel belangrijk om even aan te geven, en ook mocht je het nou echt niet bij kunnen houden, of ik ga te snel, laat het dan ook eventjes weten, want dan kan ik ook iets rustiger gaan. Ik zal proberen niet te snel te gaan, maar geef even aan of het allemaal lukt. Nou, en als je uien en je knoflook dus een beetje glazig worden, dus een beetje zo'n licht glansje krijgen, dan ga je de volgende stap zetten. Hè? Dat is het aanbakken van je gehakt of je vegetarisch gehakt. Is er iemand die vegetarisch gehakt gebruikt? Laat het dan even weten in de chat. Dan kan ik ook uitleggen dat het een beetje anders is. Vegetarisch gehakt heeft een iets kortere bereidingstijd. Ik zal het er gewoon even bij zeggen voor het geval dat er mensen daarmee aan het koken zijn. Yvonne geeft een opmerking over het koken. Ze zegt dat ze een leek is in koken, maar moet opnieuw leren koken. Yvonne, met Iris daarbij moet het zeker lukken. Het begin is er vandaag. Ja. En als je het dan hebt over koolhydraten en koolhydraten eten, is een manier wat ik doe, is in bijvoorbeeld mijn favoriete recepten, en dat is lasagne, is altijd een van mijn all-time favorites geweest. En die hebben we altijd met pasta gemaakt. En nu gebruiken we vandaag dus courgette als plakken. En dat heeft als voordeel dat je dus minder koolhydraten al direct eet. En je eet ook meer groenten, dus het is ook weer een soort van win-win. Dus om in je favoriete gerechten de koolhydraten
te vervangen door groente. Dus stel je gaat dan bijvoorbeeld iets met rijst maken, dan gebruik je bijvoorbeeld bloemkoolrijst. Of je maakt dus een lasagne met courgette of pompoen. En zo eet je dus meer groente, minder koolhydraten. En dan gaat het eigenlijk vanzelf gewoon. Iris, nog even iets over de lasagne. Je zei net met pompoen en courgette, maar volgens mij kun je die ook met aubergine ook nog maken. Ja, daar hadden wij het vooraf over gehad, hè? Omdat bij jou aubergine een favoriet is. Ja. Aubergine kan ook, maar het is dan heel belangrijk om een beetje zout op de plakken aubergine te strooien. En dan vervolgens, en dan komt het vocht eruit. En die dan te deppen, want aubergine heeft de neiging om een beetje taai te worden in een gerecht. En op die manier, door een beetje het vocht eruit te halen door wat zout, en het dan droog te deppen, wordt die ook lekkerder. Nou, zorgen dat je gehakt even aangebakken is. En als je inderdaad wat minder vlees wil eten of een vegetarisch dagje in wil lassen, kan het dus ook met vegetarisch gehakt. Zo om te zien is niemand vegetarisch, dus volgens mij iedereen gaat het maken met gehakt. Ja, ja, dat is grappig, want vorige keer waren wel een aantal mensen vegetarisch, hè? Ja, dat klopt. Nou, dan is de volgende stap. Dan heb ik dus een bakje met wat hardere groenten. Dat zijn de paprika, de wortel en de bleekselderij. Ik ga zo even op deze vraag in die gesteld wordt door Jenny. Dus wortel, paprika, bleekselderij. Dat zijn de hardere groenten, knolgroenten. Dus alles wat stevig is, waar weinig vocht in zit. Dus bleekselderij, wortel en paprika gaan erbij als je het gehakt hebt aangebakken. En dan stelt Jenny de vraag of stampot de aardappel vervangen door knolselderij. Dat is inderdaad ook een hele mooie stampot. En knolselderij specifiek heeft de neiging inderdaad om nogal vochtig te blijven. Iets betere keuzes zijn bijvoorbeeld zoete aardappel. Pompoen, die is ook al wat droger. En pastinaak. En dat geeft al een wat smeuiger geheel dan knolselderij. Knolselderij is lastiger te stampen en te pureren. Dus op die manier kun je hem dan wat beter. En je voegt vaak ook dingen toe om het wat natter en smeuiger te maken. Zoals bij aardappel. Dus je hebt een recept. Daar gaat bijvoorbeeld slagroom bij. Of daar gaat roomboter bij. Op het moment dat je dus dat wat minder toevoegt dan in het gewone recept, wordt hij al ook weer wat minder nat. Jenny zei toch nog erbij dat de zoete aardappelen vind ik niet lekker, zegt ze. Dus ja, is dat wel een tip, Iris, van mijn eigen ervaring natuurlijk, dat je die knolselderij eigenlijk een avond van tevoren koopt, zodat je de volgende dag eigenlijk wel die vocht een beetje eruit... Want dat heb ik zelf ook wel eens geprobeerd en dat is wel goed gegaan. Ja, ja, dat zou kunnen. En inderdaad, ik lees net in plaats van boter een scheutje melk. Dat kan natuurlijk ook. Maar hou er wel rekening mee dat je dus wat je erbij voegt, dan maak je het vochtig mee. Dus ik denk dat vooral op die manier door de toegevoegde vocht te verminderen, dat dat de beste manier is. En inderdaad, van tevoren koken heb ik eerlijk gezegd nog nooit geprobeerd. Ik vind knolselderij zelf niet zo lekker. Dus ik zou zeggen, probeer het gewoon een keer. Maar over het algemeen geldt wel dat de groenten die wat meer koolhydraatarm zijn, dat daar vaak meer vocht in zit en minder zetmeel. Dus dat is ook wat lastiger om mee te werken. Dan moet je toch een beetje recepten aanpassen.
En ja, Francis zegt, corn vind ik een lekkere vleesvervanger. Dat is zeker een goede keuze. Let in vleesvervangers wel op toevoegingen. Als je het dan hebt over natuurlijk eten. Vleesvervangers zitten vaak heel veel toevoegingen. Dus let op dat je een beetje de pure keuzes daarin maakt. Hier is nog een vraagje uit mijzelf. Zou je deze lasagne ook zonder gehakt of zonder de vegetarische vervanging eigenlijk ook kunnen maken? Ja, dat kan wel. Maar dan moet je even de hoeveelheid van het gehakt vervangen door extra groenten. Oké. Nou, dan heb je kort de bleekselderij, paprika en wortel aangebakken. Dan gaan de champignons erbij. Helene heeft ook een hele leuke tip eigenlijk erbij. Knolselderij met wat crème fraîche, sex and match perfect. Dus wie weet, hier is ook iets voor jou in de toekomst. Ja, zeker. Dus proberen. Dan heb ik passata. Dan zei ik gewoon tomaten. Ik heb de AHA Bio Passata. Die werkt prima. Je kon ook een gelijke hoeveelheid tomaten gebruiken, dus je laat heel even de champignons hierbij aanbakken. Roert hem een paar keer door. En dan gaan we de smaakmakers toevoegen en de courgette snijden. En de courgette snijden ga ik natuurlijk even laten zien. Want je gaat lasagne plakken maken, maar er is wel een trucje voor om dat handig te doen. Aha, passata, te veel zout. Eens even kijken. Minder dan 1 gram per 100 gram, dus ik verwacht van niet. En er zit gewoon zeezout in. Iemand heeft de courgette al gesneden. Nou ja, ik heb natuurlijk zelf heel veel ervaring met snijden. Dus het hoeft geen schoonheidsprijs te winnen. Wat wel het fijnste is als de plakken een beetje gelijkmatig zijn. Dus niet één stuk heel dik, de andere heel dun. Want dan geeft het lekkerste resultaat. Want lasagnebladen hebben natuurlijk een beetje bite. En het is lekker als die courgette niet helemaal slap wordt. Je gaat dus de passata erbij doen. Kaasschaaf werkt inderdaad ook. Fijn dat jullie elkaar tips geven. Ja, dat is heel mooi. Ik heb ook een vraag van Ingrid, van Yvonne. Iris, ze zegt, crème fraîche is vet toch? En dat ging volgens mij met name over die knolselderij en crème fraîche samen, die matching. Ja, het is waanzinnig belangrijk, ook voor je gezondheid, om de juiste vetten te eten. Maar dat is een heel uitgebreid verhaal. Het is in ieder geval belangrijk om niet bang te zijn voor vet en dan vooral niet voor de juiste vetten. Transvetten zijn vooral minder goed voor onze gezondheid. En juist de verzadigde vetten die eigenlijk al die jaren verteld zijn als niet zo goed. Die blijken juist heel belangrijk te zijn voor onze gezondheid. In het magazine, maar ook op de website van hartpatiënten, heb ik hier diverse artikelen over geschreven waarin ik hier meer over uitleg, mocht je hier meer over willen weten. Ingrid heeft ook aangegeven dat zij begonnen is met snijden, maar dat de plakjes niet mooi uitzien. Maar het is helemaal geen probleem, Ingrid. Want uiteindelijk gaan we toch wel gewoon met de saus overheen. Dus dat komt allemaal goed. Dus geen zorgen. Nou, je roert de passata dan of de verse tomaten even goed erdoorheen. En dan gaan we de smaakmakers toevoegen.
Bouillonpoeder. Er zijn wel diverse bouillons die geschikt zijn, ook voor mensen met hartpatiënten. Ik zal zo even de link naar een blog plaatsen waarin ik hier tips over geef. Want daar heb ik ook een blog over geschreven, hoe je dingen kan vervangen voor jezelf. En dus bouillonpoeder of bouillonblokjes. En dan als je hartpatiënt bent, inderdaad even opletten met de toegevoegde zout. Iris, iemand vraagt ook, wat vind je van kokosmelk? Erg slecht vet? Nee, kokos en kokosproducten zijn juist heel erg goed voor onze gezondheid vanwege de unieke samenstelling van vetzuren. Maar ik begrijp wel dat dit tegen de gangbare mening over vet heen gaat. Dus ik heb dit echt op allerlei manieren heel uitgebreid uitgelegd. Dus ook dan verwijs ik even naar die artikelen, maar kokosmelk is juist een goed vet. Roomboter is heel goed voor onze gezondheid. Ghee, dus geklaarde roomboter, zijn juist allemaal keuzes die heel belangrijk kunnen zijn. En olijfolie, maar juist niet de bewerkte plantaardige vetten zoals koolzaad, raapzaadolie, sojaolie. Zijn vanwege hun omega 6 juist niet geschikt. En helemaal ook niet omdat ze veel omega 6 jaagt weer ontstekingen aan in het lichaam. Zo, ja, dat is wel duidelijk. Yvonne vraagt ook, is dat slecht, Jenny? Dacht dat de lichtproducten beter waren. Tenminste, dat begrijp ik van de vraag van Yvonne. Maar je hebt volgens mij ook net even uitgelegd, geloof ik, Iris, over lightproducten. Ja, lightproducten zijn over het algemeen zijn juist veel toegevoegde suiker, bewerkte producten aan toegevoegd. Want vet geeft dingen ook smaak. Dus als je vet weg gaat laten, dan ga je dus andere dingen moeten toevoegen om een smaak na te bootsen die niet natuurlijk is. Dus ik denk ook wel dat is een hele mooie discussie en een heel technisch verhaal. Maar ik denk dat we daar nu even mee, dat we dat nou even niet moeten doen. Maar wil je hier meer over weten of heb je hier specifieke vragen over? Kun je mij altijd even mailen of een berichtje sturen. En ik heb hier op mijn website ook echt wel diverse blogs en artikelen over geschreven. Ja, Erna zegt ook dat het heerlijk ruikt, zalig in haar keuken. Nou Erna, we zijn er ook. Ik ook. Dus, en als ze komt, niet aan, dus het hele huis ruikt nou, want anders kun je het niet horen. Ik heb net een theelepeltje paprika poeder toegevoegd. Ik ga nu ongeveer 2 theelepeltjes tijm toevoegen. En dan nog een eetlepel aan, eetlepel komt niet heel nauw, aan Italiaanse kruiden. En let dus ook op dat je Italiaanse kruiden zonder zout hebt. De keuzes zijn van aroma, zijn de kruiden zijn geen zout aan toegevoegd. Dus als je hartpatiënt bent, kun je de kruiden van aroma eigenlijk altijd wel gebruiken. En super lekkere kruiden, Iris, die gebruik ik zelf ook altijd. Ja, er zitten hele lekkere smaken in. Ik ben zelf niet zo'n fan van de echte Johnny de Boerlijn, want dan wil ik speculaaskruiden en dan heeft hij daar iets heel creatiefs van gemaakt, wat niet speculaaskruiden is. Maar de kruidenmixen van aroma zijn heel geschikt en er zit niks aan toegevoegd. Dus dat is een hele lekkere om mee te koken. Nou, Ingrid heeft die kruiden ook. Dat is goed, dus goede reclame voor. En Ingrid zegt ook, ik eet altijd zoutloos. Ja. En hou er wel rekening mee dat, kijk, zout is niet alleen puur zout. Als je goede zouten hebt, zoals Himalaya zout, Celticee zout, zitten er ook heel veel mineralen in die belangrijk zijn voor ons. Dus het is ook belangrijk om verstandig om te gaan met zout, maar dat ook niet helemaal te mijden in een gezond voedingspatroon. Nou, Kathleen, zo om te zien, is wel supergoed bezig. Die maakt zelfs wel Italiaanse kruiden zonder zout. Lekker. Dat kan heel goed, hè?
Suzanne vraagt welke supermarkt verkoopt Euroma? Dus dat zijn die kruiden. Ik koop die meestal bij Albert Heijn, maar ik weet niet waar Iris die koopt. Ik ook meestal bij Albert Heijn, maar volgens mij heeft de Jumbo hem ook. De Plus heeft ze ook. Vrijwel alle supermarkten hebben in ieder geval een aantal van hun kruidenmix in het assortiment. Volgens mij heeft de Albert Heijn wel het grootste assortiment. Nou, dus je hebt kruiden toegevoegd. En zout is ook een smaakmaker, hè? Dus er zijn verschillende bronnen van zout. Dat leg ik ook uit in die blog. Ik zal hem zo even opzoeken. Ik ga even zout toevoegen. Het schrikt niet van de hoeveelheid die wij erin doen. Het is gewoon ook een van de belangrijkste smaakmakers in de keuken. En die tilt smaken ook op. Dus het is wel heel belangrijk om voor je smaak om iets van zout toe te voegen of hem te versterken door bijvoorbeeld zoet toe te voegen. Dan peper naar smaak. Iris, ik heb tussendoor ook een vraagje. Vraagt mevrouw G. Ik heb verse tomaten. Er zit weinig vocht in. Moet ik nog gezeefde tomaten toevoegen om een saus te krijgen? Of is dat niet nodig? Je zou eventueel, want de smaak zit er als het goed is wel, in een klein kopje water kunnen toevoegen om hem wat sausiger te maken. Want dan gaan die tomaten ook wat makkelijker oplossen. Nou, dit kan, je zet het dus, je voegt de smaakmakers toe. Dus paprikapoeder, Italiaanse kruiden, eventueel bouillon, eventueel zout en peper en tijm. En dan laat je hem eigenlijk op laag vuur even staan pruttelen. Mocht hij dus te droog worden, een kopje water toevoegen. Gaan we hem straks nog afmaken. Dan ga ik nou mijn camera een klein beetje draaien, zodat ik jullie kan uitleggen hoe je de plakken kan snijden. Als het goed is, kunnen jullie nu mijn snijplank zien. Klopt helemaal. Oké. Ik ga deze even op een andere pit zetten, want dit maakt iets te veel geluid. Zo, en ook voor een lasagne moet ook je saus niet te nat zijn, hè? Het hoeft niet helemaal uit te lopen of echt vochtig te zijn. Nou, de uitleg van het snijden van de plakken. Je kan natuurlijk een kaasschaaf gebruiken als je een mandoline hebt. Dat is zo'n dun snijder. Kan je die ook gebruiken, maar het is wel belangrijk voor de lasagne, voor de smaak, dat de plakken niet te dun zijn. Dus wat ik doe, is ik haal er een klein plakje af. Een dun plakje. Zoals je ziet, stelt eigenlijk niks voor. En dan heb ik een plat snijoppervlak om hem op te leggen. Dus je klapt hem naar de kant waarop je net hebt gesneden. En dan ga je hem dus schuin insnijden. Dus je houdt hem schuin. Je houdt je duim altijd in met snijden. Houd hem schuin. En dan zie je, dan krijg je een grotere plak dan dat als je hem recht houdt. En dit is ongeveer hoe dik ik ze maak. Een derde centimeter ongeveer. Niet te dun, niet te dik. Ik zou zeggen ergens tussen een halve centimeter en ietsje dunner. We proberen dit ook niet met een te klein mes te doen. De grote dingen snijden met een klein mes, dus ook vragen om problemen. En zoals ik net ook al even aangaf, dat je ze zo gelijkmatig mogelijk snijdt.
zodat ze ook in de lasagne een beetje gelijk garen. Ingrid zegt, Iris, bij mij zijn de plakken veel langer. Dit is mooier. Dit is mooi, maar dat is volgens mij, dat maakt niet zoveel uit. Of het, dat is toch geen probleem, of het is niks voor het recept verandert ook niet. De smaak blijft toch hetzelfde, Ingrid. Toch? Nee, juist niet. Hoe langer je de plakken kan maken, hoe mooier het is. Maar ik wilde een hele voor de hand liggende, makkelijke manier ook laten zien, die iedereen ook kan doen op die manier. Ja, maar ik heb ook wel 5 jaar ervaring in een professionele keuken met snijden. Dus dat hoef je niet als maatstaf te nemen. Het is meer een uitleg. Dat klopt helemaal, Iris. En Ingrid zei, die van ons zijn mooi. Maakt niet uit, Ingrid. Straks heb je een hele lekkere lasagne, hoe dan ook, hoe ze eruit zien. Ja, want je ziet het niet terug, hè? Dus het gaat ook vooral om dat je ze een beetje gelijke dikte snijdt. En het ligt ook heel erg aan hoe groot je courgette is natuurlijk. Kathleen zegt, super tip Iris, deze wijze voor de lasagne uitstekend. Ik neem meestal de kaasschaaf of mandoline. Maar als ik een courgette grill, zegt ze. Ja, ja, dat is ook een hele goede. Maar ja, niet iedereen heeft een mandoline in huis, hè? Klopt. Even een keertje die saus doorroeren, is ook wel goed. Dan ga ik nu laten zien hoe wij de bechamel saus gaan maken. Ik ga de camera even terugzetten. Oh, hi, ben ik weer. Bechamel saus van een klein steelpannetje. En dan voegen we gewone melk of plantaardige melk aan toe. Ik gebruik zelf liever plantaardige melk. Ik heb nou amandelmelk omdat die toevallig nog in mijn koelkast stond. Maar plantaardige melk is er zit heel veel aan melk toegevoegd. Want je moet je bedenken dat wat die koel gevoerd wordt, dat zit ook in jouw melk. Dus ik kies liever voor een plantaardige melk. Ook zeker als je wat, juist mensen met wat zwakkere botten, probeer ook plantaardige melk te nemen in plaats van gewone supermarktmelk. Dat schijnt ook echt niet goed te zijn voor bijvoorbeeld osteoporose en dergelijke. Er zijn ook weer diverse artikelen over geschreven. Iemand vraagt ook nog erbij, Iris, kun je ook sojamelk gebruiken? Ja, je kan sojamelk gebruiken, maar let wel op met sojagebruik. Er zijn wat haken en ogen aan sojaproducten. En ook is weer een lang technisch verhaal. Het staat ook in die blog waarin ik ook tips geef voor het vervangen van zout. Oké. Iemand vroeg vandaag ook, wat zijn precies de plantaardige melk? Wat kun je hierbij voorstellen? Want plantaardig zijn best wel veel soorten melk, maar... Welke precies bedoel je? Zoals ik al zei, ik gebruik zelf amandelmelk. Je zou ook rijstmelk kunnen gebruiken. Je zou kokosmelk kunnen gebruiken, havermelk. Kijk wel, ik heb stel, je eet glutenvrij. Let dan ook op, haver is bijvoorbeeld niet altijd glutenvrij. Kijk gewoon naar jouw situatie. En in principe zijn ze bijna allemaal gewoon geschikt. Ja, maar ja, je moet wel kijken naar de smaak ook en welke smaak zit er aan mijn gerecht. Dus je gaat geen kokosmelk gebruiken voor een Europees gerecht, want dat past gewoon simpelweg niet. Oké, dankjewel. Dan een eetlepel
ongeveer aan meel of bloem. Ik gebruik boekweitmeel. Dat heet laag glycemisch. En dat heeft dus minder invloed op je bloedsuikerspiegel dan bijvoorbeeld een gewoon darmenmeel. Dus ook als je op je bloedsuiker moet letten, dan is boekweitmeel een handige keus. Dan gaat daar ongeveer twee lepeltjes folie of nootmuskaat in. Folie is de schil van de nootmuskaat. Amandelmelk kun je ook gebruiken, maar die bindt iets minder goed dan een boekweitmeel of iets waar meer koolhydraten in zitten. Als je koolhydraten ermee eet, zou je ook inderdaad amandelmelk kunnen gebruiken. Hier is even een vraagje. Een Johansbroodmeel, is dat ook een bindmiddel, geloof ik, toch? En is koolhydratenarm? Of Johansbroodpitmeel bedoel je? Ja. Ja, dat is vooral een glutenvrij meel. Okay. En dus in de tijd dat glutenvrij nog niet zo veel gebruikt werd, dat glutenvrij nog een uitzondering was, werd eigenlijk alles wat glutenvrij was van Johannesbrood pitmeel gebruikt. Dus niet koolhydraatarm. Iemand vraagt, boekweitmeel was goed voor, niet goed verstaan. Boekweitmeel heeft weinig invloed op je bloedsuikerspiegel, omdat het een laag glycemisch product is, zoals dat heet. Dus als je op je suiker moet letten, op je suikerspiegel, dan is boekweitmeel een goede keus. En dan gaat hier ook nog bij een klein beetje kaas. En ik gaf ook in het recept aan dat als je lactosevrij eet of wil maken, niet dat kaas bijvoorbeeld te zout is voor je, zou je ook edelgist kunnen gebruiken. Dat is een product die is bij de meeste natuurwinkels wel te krijgen. Kun je hier ook geitenkaas of schapenkaas in plaats van gebruiken, Iris? Ja, dat zou ook kunnen. Zeker als je niet zo goed tegen koemelk kan, dan is gewoon een geitenkaas ook een prima keuze. Nou, je hebt dus melk, plantaardig of gewoon, een eetlepel meel, ongeveer 50 gram kaas en folie in een palletje zitten en die ga je gewoon verwarmen. Totdat die dikker begint te worden. Iris en Margreet vraagt, ik heb de meel gemist. Of moet dat nog? Volgens mij heb je de meel al gehad, geloof ik. Ja, je moet gewoon ongeveer 1 eetlepel meel toevoegen. Mocht die nou niet dik genoeg worden. Je weet wel ongeveer hoe een bechamel is, een beetje dikke saus. En dan voeg je eventueel nog meer meel toe. Maar eerst even verwarmen, dikker laten worden. En als die niet dik genoeg is, dan kun je eventueel nog meer bijvoegen. Dan gaan we nu, ga ik even de saus voor de lasagne, de tomatensaus, ga ik proeven. En volgens mij hoef ik er hier niks meer aan te doen, maar je kunt het zelf even proeven. Eventueel zou je nog wat azijn kunnen toevoegen, bijvoorbeeld balsamico. Optioneel zou je ook nog eventueel, als je een beetje rode wijn hebt, een beetje rode wijn ook heel lekker in deze saus. En als iemand van pittig houdt, Iris, misschien ook iets pittige pepertje of zo toevoegen? Ja, rode peper zou je inderdaad ook heel goed in kunnen, bijvoorbeeld. Ik moet ze even op een andere pit zetten. Die pit is te groot. Dan wordt mijn pannetje niet warm.
Nou, we hebben ook geen vragen, Iris. Dat betekent dat iedereen wel gewoon allemaal goed gaat. Dus straks heb ik de beste lasagne olie. Nou, we zitten mooi op tijd, want we zijn ook, we hoeven nou alleen nog maar alles samen te voegen zo meteen en dan zijn we klaar. Oh, het is heel mooi op tijd. Ja. Nou, we zijn nog wel 5 minuutjes, 10 minuutjes bezig hoor. En ja, dan hebben we nog mooi in de tijd. Ja. Francis geeft ook een tip erbij. Wat ik lekker vind in de bechamel saus, zegt ze, is een snufje kaneel. Voor mensen die dat misschien wel lekker vinden. Ja, dat is ook leuk, hè? Kruiden, specerijen. Dat is, ik noem dat altijd een beetje toveren. En dat is gewoon een snufje van dit en een snufje van dat en een snufje van dat. En dan heb je heerlijk smaak. En voor iedereen is dat super persoonlijk. Wat erin lekker is en welke verhoudingen. Dus ga daar vooral ook mee spelen. Dat hoort ook echt bij leren koken. Klopt helemaal. Je kan zoveel dingen zelf ook veranderen of toevoegen. Wat je misschien zelf lekker vindt of... of misschien de ene die samen mee kookt of eet ook lekker vindt. Dus het kan bijna nooit misgaan, denk ik. Ja, dat is ook een van de dingen die eigenlijk in al mijn kokers terugkomen, is een handleiding kruiden en specerijen. En hoe zorg je nou voor lekkere smaak in je eten? Want dat is zo waanzinnig belangrijk. Ja. Ras el hanout kan ook, maar ja, dat is op zich niet zo'n topcombinatie bij de Italiaanse kruiden. Je hebt wel een beetje, dat heet de smaakfamilies, dus kruiden die heel erg bij elkaar horen en dingen die daar minder bij horen. En ras el hanout geeft weer een heel ander effect. Francis is wel heel erg blij met je tip over de rode wijn. Nou, ik zeg dat nou net. En volgens mij heb ik hier nog een bodempje rode wijn van voorbereid staan. Even kijken. Maar volgens mij is hij nog goed. En koken met drank, ja, dat geeft natuurlijk ook heel erg smaak. Hè? Want in koken verdampt de alcohol voornamelijk. Dus het gaat niet om de alcohol, maar het is wel een smaakmaker. Nou, dus bij je bechamelsaus voeg je meel toe totdat die dik genoeg is. Hier heeft hij nog wat meer nodig. Als je plantaardige melk gebruikt, kan het zijn dat je iets meer meel moet toevoegen. Omdat er zit minder vet in plantaardige melk, dus die kookt minder in. Volgens mij heb ik hem vorige keer met een andere plantaardige melk gemaakt. Dus... Maar ik denk dat het altijd een beetje dat experimenteren is met die bechamel saus, Iris. Ja, en dat is ook het belangrijkste van leren koken, is dat je altijd zelf de vinger aan de pols moet houden. Want het is heel lastig. Het is bijna niet mogelijk om een recept te maken die voor iedereen hetzelfde is en exact klopt. En dat komt omdat niet elk product wat iemand ander koopt hetzelfde is. Omdat niet elke oven hetzelfde is. Omdat de ene pan het beter doet dan de ander. Er zijn zoveel factoren die maken dat een recept nooit
voor iedereen geschikt. Dus het is heel belangrijk als je wil leren koken om ook echt altijd zelf op te blijven letten. Wat gebeurt er op het moment dat ik dit toevoeg? Wat is het resultaat wat ik wil? Ja, een hele goede tip van jou. Dankjewel. Ik denk dat iedereen hier blij mee is natuurlijk. Iedereen die zit elkaar nou tips aan het geven om kruiden die je kan toevoegen. Hartstikke leuk om te zien. En inderdaad, ga gewoon ook dingen proberen met kruiden. En smaakcombinaties vinden die je zelf lekker vindt. Ik denk iets dat je zo meteen de saus klaar is, dat iemand vraagt hoe dik moet de saus worden. Hij moet niet echt vochtig meer zijn. Even kijken, waar kan ik het mee vergelijken? Een beetje de dikte van Griekse yoghurt ongeveer. Het mag wel echt lekker dik zijn. Ik ga hier nog even wat... Ja, mijn bechamel heeft nog wat peper en zout... Iemand vraagt ook erbij, Iris, vocht eraf gieten, maar ik weet niet welke vocht zij bedoelt of hij bedoelt. Vocht gaat, het om saus, gaat het om de tomatensaus of om de bechamelsaus? Ik denk om de tomatensaus hoor, maar... Iris, nee, zij bedoelt de bechamelsaus die nu extra bloem bij je gedaan. Nee, ik bedoel... Ja, dat is helemaal goed. Extra bloem totdat hij zo dik is als je wil. En ik zei Grieks yoghurt, maar ja, mag ook wel iets dunner zijn. Maar moet wel echt een gebonden saus worden. Volgens mij ben ik er nou hier. Ja. Ja, het is lastig een beetje met online koken, is leuk, maar sommige dingen kun je niet overbrengen als dat je naast iemand staat. Ik ga het proberen. Zo. Hij is al wat dik, wat lobbig. Hij is niet meer echt vloeibaar. Je krijgt ook een beetje weerstand als je er doorheen klopt. Dan gaan we dus de lasagne opbouwen. Dan ga je die courgette plakken. Allemaal wat handig is om, zeg maar, je hebt altijd nu een platte kant van het stukje waar je er vanaf hebt gesneden, om die in de randen van je schaal te leggen. Naar de randen mee te bedekken. En dan is een beetje puzzelen, hè? Dan heb ik een kleine plak, een grote plak, totdat alles bedekt is. Haar kreet vraagt, invetten is niet nodig, Iris? Nee, op het algemeen, omdat het saus is, wordt het nat genoeg en plakt het niet zo vast aan de zijkant. Dat je even wat kan doen als je hem aan gaat snijden, dat je even met een mes voorzichtig langs de rand gaat. Maar dan zou die door de hoeveelheid saus ook al wat los moeten komen. Nou, dan een
goede schep van de eerste saus, van de tomatensaus. Goed verdelen. Dan bechamel, 2 à 3 eetlepels per laag. Ietsje meer mag, ietsje minder mag. Het is maar net wat je, hoe lekker je zelf bechamelsaus vindt. En ik ben hiermee gaan experimenteren omdat ik in mijn andere groentelasagne de bechamelsaus miste. En zo ben ik tot dit recept gekomen. Die meng je een klein beetje door elkaar, dan is dit zeg maar je eerste laag. En dan ga je de volgende laag verdelen. Ingrid zegt, ik heb de schaal wel ingevuld, maar ik denk dat dat absoluut geen probleem zal zijn, Iris. Ook ondanks dat ze het gedaan heeft. Het kan absoluut geen kwaad. Nee, het kan helemaal geen kwaad. Maar het is dus niet nodig. Maar dat ligt ook een beetje aan. Ik gebruik een glazen schaal en dat plakt wat minder vast. Als je weer een andere open schaal hebt, kan het zijn dat dat juist wel zo is. Nou, dan is dit de volgende laag. Hoeft niet 100% te bedekken, maar zoveel mogelijk. Leg ze vooral niet over elkaar heen, want dan ga je krijgen dat ze niet goed garen. En hoeveel lagen je doet is afhankelijk van je eigen ovenschaal. Dus als je een grote ovenschaal hebt, dan doe je 4 lagen. En als je dan zeker wat lager hebt, dan doe je er 3. Het ziet er heerlijk uit, Iris. Is Jan nou ook een lekkere lasagne aan het maken? Of? Ja, ik helaas niet, maar ik ga hem zeker morgenavond maken. Ah, oké. Okay. Dan stuur ik je een foto. Kathleen heeft ook een vraag over. Zegt Iris, ik vind met deze gerecht dat het alles een dag van tevoren maken, alles lekkerder smaakt, omdat de smaak dan zo goed met elkaar vermengen. Gaat er op deze manier veel vitamines verloren? Dat is een hele goede vraag, Kathleen. Nou, op het moment dat je verwarmt, gaan er vitamines verloren. Maar inderdaad, heel veel warme gerechten zijn inderdaad de volgende dag lekkerder, omdat de smaken zich zo doortrekken. Dus, maar op zich met het verwarmen gaan de wateroplosbare vitamines, zoals vitamine C, die gaan dan verloren. Dus het bewaren van een dag of 2 dagen van iets, dat maakt het verschil niet. Maar wij maken bijvoorbeeld vaak thuis en dan is het ook altijd, als je het dan een dag later eet, dan is ineens, oh, dan is de smaak zoveel lekkerder. Jenny vraagt, ik ga hem in het weekend maken, lijkt mij heerlijk. Nou, Jenny zou het zeker gaan doen. Dan kun je sowieso altijd nog terugkijken. En Erna vraagt, wanneer komt de geraspte kaas aan de buurt? Nou, mooie timing, want ik ben ongeveer klaar met bouwen en dan gaat de geraspte kaas eroverheen.
Klein momentje. Ik doe even mail terug. Daar heb je die bovenste laag. Dat is een plak courgette weer. En daar doe je nog een klein beetje bechamelsaus overheen. Gewoon dat die plakken net met wat saus bedekt zijn. Dus je doet hier geen tomatensaus meer over de laag. En dan verdeel je lekker ruim geraspte kaas over de bovenste laag. Of als je dus lactosevrij edelgist. Gewoon dat even, je bovenlaag mooi bedekt is. Even een vraagje. Mocht het zo zijn dat mensen edelgist niet lekker vinden, kunnen ze ook wel zonder kaas ook nog maken? Ja, dat kan ook. Dan zou ik wel proberen te zorgen dat er wat meer kruiden in het geheel zitten. Oké. Maar edelgist is ook voor mensen die... het is een kaasvervanger. Het smaakt een beetje als parmezaan en het ziet er gek genoeg een beetje uit als visvoer. En dit is hem dan. En deze mooie schotel die gaat een half uur, maximaal 3 kwartier in de oven. Oh, dat is super timing hier dus. En dan zit het kookgedeelte erop. Ja. En over een half uur dan kunnen jullie dus lekker aan tafel. Nou, dat is perfect gegaan. Dus we hadden het ongeveer rond 4:15. Dat is 18:17 bij mij hier, dus ik zie het wel. Wat we ook nog bij wil delen, want ik had vanaf het begin gezegd dat het, als we tot het einde van de webinar hebben, we ook een verrassing voor u in petto. Dus ik ga ervoor, ik geef het woord aan Iris en Iris heeft een verrassing voor jullie. Wij hebben een verrassing voor jullie, want vorige keer gaf hartpatiënten een aantal boeken weg. En ik heb hier ook nog een aantal hele mooie kookboeken. Dus de oorspronkelijke keuken. En het is een bundel van 120 glutenvrije, koelmelkvrije en suikervrije recepten. Met ook superveel informatie over gezonde voeding en... puur natuur eten, dus hier kun je echt ook heel veel inspiratie uithalen. En dan gaat Donna jullie nu vertellen wat de actie is, wat jullie moeten doen om een van deze 4 kookboeken te bemachtigen. Ja, want het is heel erg leuk. Inderdaad, de vorige keer hadden wij Hartpatiënten Nederland 5 boeken uitgegeven. En het is niet zoveel moeite eigenlijk om die boeken te kunnen winnen. Het enige wat u kunt doen is maak een foto van de lasagne wat u vandaag heeft gemaakt en dan post die via onze social media, Hartpatiënten Nederland en Iris met Green Twist Cooking. En dat maakt kans op die 4 boeken van Iris. Dus mocht er zo zijn dat op een of andere manier niet lukt, kunt u altijd nog mailen. Dat komt allemaal goed. Iris, ik heb een vraagje van Erna. Ik heb het opbouwen gemist. Ik denk dat ze het bedoelt van de lasagne. Ja, maar daar heeft Marley al heel mooi de vraag beantwoord. Dus daar hoef ik er niet verder op in te gaan. Dat gaat iets een stukje makkelijker. Ik weet niet of mensen nog vragen hebben over gezond voeding of over iets anders, hoe dan ook. Want in principe is nu een half uurtje wachten op die lasagne. En dan kunt u ondertussen uw tafel dekken, of hoe dan ook. En wat ik ook wel heel graag wilde delen vandaag is dat de mensen die gewoon deelnemen in onze webinar, gewoon naar onze site of magazine in de gaten houden. Wij gaan ook heel veel mooie webinars nog erbij organiseren. Dus niet alleen maar over koken, maar ook over... hard voeding, hoe dan ook. Dus blijf ons volgen, alstublieft. Ja, en als je nou meer gezonde, lekkere recepten wil, ik heb ook een Facebookgroep, Healthy Cooking at Home. En op mijn website staat ook een gratis e-book te downloaden met sowieso 8 lekkere en gezonde recepten. Dus
Ga dan even naar mijn website en download jouw gratis e-book. Is het u misschien wel te snel gegaan en niet kunnen volgen? Kunt u altijd nog de webinar volgen? Dus aarzel niet, vraag, dus komt allemaal goed. Jenny vraagt of ik niet bij jou meteen kan komen eten. Helaas woon ik een beetje ver weg van Iris vandaan. Dus, Ja, dat was zaterdag met de carrot cake ook al een uitdaging, hè? Ja, klopt helemaal. Jammer. Weer gemist. Het geeft helemaal niks. En als je een klein beetje achterloopt, bij twijfel ga nog even een keer de link naar de groentelasagne van de website delen. Want dan kun je eventueel de laatste stappen nog even terugkijken. Erna heeft, Marnie heeft antwoord gegeven aan Erna. Dus het komt allemaal goed, Erna, met uw lasagne. Ja, en ik zal jullie, wacht heel even 3 seconden nog, even die blog opzoeken waar al die informatie in staat. Erna zegt hoeveel in de minuten in Dove kan. 30 minuten tot 45 minuten, Erna. Dus kunt u ook een beetje zelf kijken hoe de lasagne, zeg maar, eruit ziet. Ja, en dan komt het laatste linkje. Nou, hopelijk hebben jullie genoten en natuurlijk eet smakelijk zo meteen. Ik hoop dat jullie gaan genieten. Ja, ik wens u inderdaad ook wel een hele fijne avond nog, maar met een zo'n lekkere maaltijd moet zeker lukken. Nou, ik zal zeggen tot de volgende keer. Mocht u ondertussen nog vragen hebben, dan horen we het wel graag van u. Maar ik denk dat het allemaal goed zal komen met de lasagne voor vanavond. Laat het heerlijk smaken. Doei, groetjes! Doei allemaal! Tot snel weer!